Hey jongens en meisjes, fijn dat jullie weer kijken naar dit programma, hè? Wijsheid met Uil. Dag Uil. Oh ja, ik vind het ook heel erg leuk dat jullie er weer zijn. En waar gaan we nu naartoe? Nou, waar gaan we naartoe? Zie je wat hier achter ons is? Wat een gebouw. Is dat een gebouw waar we naartoe gaan? Ja, want dat gebouw is het gemeentehuis. Oh, het gemeentehuis. En zie je wie hiervoor staan? Oh, nee, ja, ik zie dat. Het zijn hele grote kinderen. Ja, dat zijn Chico en Chica. Oh, Chico en Chica, wat gezellig hier. En die horen bij het gemeentehuis. Wonen ze daar? Nee, die wonen daar niet. Daar wonen geen mensen, daar werken mensen. En daar werkt ook de burgemeester. Oh, de burgemeester, hè? Die is meester van alle burgers. Ja, niet van de hamburgers, maar van de mensen die hier wonen. Ja, van de mensen die hier wonen. En daar gaan we naartoe. Oh, de meuge burgemeester. En dat heb ik altijd alles gewild om met hem te gaan praten. Nou, zullen we dan naar binnen gaan? Vind je het leuk om de burgemeester te spreken? We gaan kijken. Oké, nou, dag Chico en Chica. En wij gaan naar de burgemeester. Ja, kom mee. Nou zien we de burgemeester. U bent de burgemeester? Ja, heel goed gezien. Oh. En vandaar dat ik ook de keten draag. Ik ben Uil en er kijken een heleboel wijsneuzen kijken mee. En wat is dit leuk dat ik hier u mag ontmoeten en u hebt speciaal die ketting omgedaan voor mij? Jazeker, ja, officieel moment. Ik dacht dat een burgemeester altijd met zulke mooie kettingen rondliep om mooie sier te maken. Nee, dat niet. Nee, als ik de gemeenteraad voorzit en bij een opening, dus bij officiële momenten, en bij zo'n interview als dit natuurlijk met u ook, ja. Meneer de Uil. Ja, ik ben heel blij dat u met mij in gesprek wil. En er zijn heel veel wijsneuzen die dus meekijken. En mijn vraag is, bent u nu ook een wijsneus? Nou, ik zeg altijd, ik ben wel wijs, maar niet eigenwijs. Ik probeer veel te weten. Maar ik wil niet eigenwijs zijn. Wij kwamen hier en we zagen Chico en Chica. Wat is dat leuk dat die twee grote kinderen hier voor het gemeentehuis staan? Ja, die spelen hier altijd op het Raadhuisplein en er spelen ook andere kinderen omheen. Ja, die horen bij ons als gemeente. Nu is natuurlijk dat we heel nieuwsgierig zijn, hè? Tenminste, zijn jullie niet nieuwsgierig. Wat doet een burgemeester nou precies? Nou, zoals mijn kinderen vroeger zeiden, veel met saaie mensen praten. Dus veel vergaderen. Nou, vindt u mij dan ook saai? Nee, maar u bent geen mens, maar een uil, hè? Dat snap ik, ja. En dus u moet met heel veel mensen praten. Ja, dat klopt. En dat gaat over de gemeente. En dan praat ik met de politie. En dan met de brandweer. En dan met andere gemeenten. En dan met de minister. Dat zijn allemaal hele belangrijke mensen. En zo, daar moet u dan allemaal mee praten? En lukt dat dan allemaal? Bent u dan zo wijs? U lijkt wel zo wijs als een uil. Nou, dat zou ik niet durven zeggen, hoor. Ik heb natuurlijk een heleboel mensen die hier ook werken bij de gemeente en die mij helpen en mij stukken geven en ook wel zeggen, moet je dit doen en dan moet je dat doen. Hoor je dat? Hij wordt ook heel erg geholpen door andere mensen. Nou, ik dacht, dan moet u dat allemaal alleen doen. Er is een vraag van de kinderen die ik steeds hoor van, hoe word je nou burgemeester? Ja, dan moet je op solliciteren, net als bij een andere functie ook, beste Uil. Want solliciteren? Ja, dus als er ergens een burgemeester weggaat, ja, dan zegt de gemeenteraad, we willen een nieuwe burgemeester. En dan komt er een vacature, zoals dat heet. Een vacature? Ja, wie wil dat dan? En dan moet je een brief schrijven. Ja, waarom je denkt dat jij dat dan bent. En waarom je vindt dat ze jou moeten nemen en zo. Net als bij iedere andere baan. Solliciteren. En zo bent u hier in Ede terechtgekomen. Zou jij burgemeester willen zijn? Ja, je moet ook heel wijs zijn, hè? Jammer dat kinderen geen burgemeester kunnen zijn. Nee, je moet meerderjarig zijn. Ja. Maar er zijn ook hele jonge burgemeesters, hoor. Die zijn 30 of zo. Ik heb wel eens gehoord van een echte kinderburgemeester. Is dat er dan niet? Ja, dat vergeet ik even. Ja, dan zie je toch dat de uil. Toch wel, ja, he? De toch, uil is toch wijzer dan ik. Het is ook een kinderburgemeester en kinderwethouders. En die zijn 11 of 12 jaar. En die doen het misschien nog wel beter dan ik. Maar dat durf ik zelf niet te zeggen. Je kunt het dus zomaar zijn. Ook als zijn er dan ook uilburgemeesters? Nee, die ben ik nog niet tegengekomen. Nou, dat snap ik dan ook weer niet echt, hè, dat er geen uilburgemeesters zijn. Wordt hier wel goed voor uilen gezorgd dan?
Ja, volgens mij wel, want ik vind een uil is een prachtig dier, heel groot. En ik heb ze ook wel eens gezien, 's nachts en zo. En ze kijken je met indringende ogen aan, net zoals u doet, meneer de uil. Ja. Nou, fijn dat u daar zo dat u daarnaar kijkt, want wij zijn ook wel hele bijzondere beesten, al zeg ik het dan zelf. Nou zag ik dat er ook een vogel in de hand was van Chico en iets anders in de hand van Chica. Een hartje en een duif. Wat zijn dat nou? Waarom hebben ze dat vast? Weet u dat? Nee, dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat zou ik even na moeten vragen. Maar ja, die duif misschien vanwege de vredesduif of zo. Maar ja, het is natuurlijk. Een He, de duif voor vrede en een hartje. Nou, ik denk van, dat weten jullie toch ook wel. Ik denk dat voor liefde heeft te maken. Ja, dat hartje, dat zal met, natuurlijk heeft dat met liefde te maken. Ja. Oké. Nou, hey, wat is dat bijzonder dat u dan burgemeester bent? En ik heb ook gehoord dat u verhalen schrijft. Ja, kinderverhalen en jeugdverhalen andere verhalen. Ja, ik kan me nog één titel herinneren. Even denken, hoe was die ook weer? Protsierige Patrijk. Oh, ik struikel met mijn snavel eroverheen. Maar hoe potsierlijke praktijken in een pakhuis, toch? Is dat zo? Ja, dat klopt. Is dat een leuk boek? Ja, dat is een prachtig boek. Ja. Potsierlijke praktijken in een pakhuis. Dat is een avonturenboek van een paar jongens die allerlei spannende dingen beleven. Oh, en dat doe je als burgemeester schrijven? Nou, deze is denk ik 15 jaar oud. Toen was ik nog geen burgemeester. En gaat u nog wel eens een kinderboek schrijven dan voor de kinderen? Nou, als ik tijd zou hebben, zou ik het heel graag doen. Maar het is al een tijdje geleden. Ik weet een leuke titel misschien voor u. Pruilende uilen die schuilen om te huilen. Kunt u die gebruiken? Ja, het moet moeilijk worden, allitereren. Hè? Dan onthouden mensen dat heel goed. Ja, dus potsierlijke praktijken in een pakhuis met drie P's. Ja. Ja, helse capriolen om een molen heb ik ook geschreven. Ja, precies. Hè? Lawaai in Luxemburg. Dus pruilende uilen die schuilen om te huilen. Dat past er helemaal in dat rijtje. Ja, het is dan wel zo dat je wel even na moet gaan denken. Van, ga ik daarover schrijven? Dan moet je echt een verhaal bedenken. Maar de kinderen worden ook wel eens verhalen verteld door hun ouders, denk ik. Nou, zo schreef ik ook die boeken. Ik dacht, het is net of ik een verhaal vertel aan mijn kinderen. U houdt van verhalen, hè? Ja. Ja, burgemeester, weet denk ik ook wel dat we bij dit programma straks een verhaal vertellen uit de Bijbel. Oh ja, dat gaan we straks ook doen. Hè. Kent u een verhaal uit de Bijbel wat u heel mooi vindt? Ja, ik ken wel een mooi verhaal uit de Bijbel. Dat gaat over een rijke man, die heeft heel veel geld en geeft hij ook uit en gaat hij eten en feesten. De deur zit een hele arme man. Ken jij dat? Ja, ik ken dat wel. En daar trekt hij zich niks van aan, daar stapt hij gewoon overheen. Hoe kennen jullie dat verhaal? Ja, en dan gaat die arme man dood en die komt in de hemel. En dan gaat die rijke man dood en die komt in de hel. En dan ziet hij vanuit de hel, waar hij heel veel pijn heeft, ziet hij die arme man zitten. En dan zegt hij, ja, maar wil ik ook, ik wil ook naar de hemel. Natuurlijk. Maar dan wordt er gezegd, ja, je bent te laat. Je had eerder je best moeten doen en die arme man die bij jou voor de deur lag, had je wel eens wat eten kunnen geven of misschien wel meer kunnen doen. Nu is het te laat, nu kan het niet meer. U vertelt het hele verhaal al helemaal. Dat is mooi. Kende jij ook het verhaal dan helemaal? Waarom vindt u dat zo mooi? Ja, nou ja, dat is iets wat je eigenlijk dagelijks ziet. Hè. Je hebt mensen die zeggen, we gaan dit doen en we gaan dat doen en we gaan dat doen. Maar naar hun buurvrouw kijken ze niet. Of naar degene die naast hen op straat staat. En we gaan zus doen en we gaan dat besparen. We vinden dat een hele mooie verhaal houden. Maar diegene die het heel slecht heeft, naast hun, of hun familielid, of misschien wel hun kind, die helpen ze niet. En u bent als burgemeester ook dat u dat graag ziet, dat mensen elkaar helpen en dat ze voor elkaar zorgen. Ja, en gelukkig doen heel veel mensen dat voor elkaar zorgen. Nou, dat is mooi dat u dat ook stimuleert. Hoor je, dat is wel een wijze burgemeester, vind je niet? Hey, welk verhaal gaan we nou straks dan vertellen? Ja, het gaat over Mozes. En dat Mozes 10 woorden krijgt om als leefregels te gebruiken. Ook om vrede te brengen, denk ik. Denkt u niet? Ja, dat zullen de 10 geboden zijn die Mozes krijgt. Ja. Lijkt u een beetje op Mozes? Nou, dat zou ik niet durven zeggen, maar... Moet je ook wijs en leiding geven en zo? Ja, die trok 40 jaar door de woestijn met een heleboel mensen die alleen maar liepen te zeuren. Ja, heel veel geduld, hè? Heel veel geduld. Ja. Dat moet je denk ik ook als burgemeester wel een beetje hebben.
Ja, dan moet ik daar wel eens aan denken. Ik denk dan altijd die arme Mozes die zo zijn best deed en die alleen maar 40 jaar hoorde van dit deugt niet en dat deugt niet en wanneer krijgen we eten. Dat moet ik wel eens aan denken. Ja, maar zo gaat het hier toch niet, hè, in Ede. Mensen zijn toch wel een beetje tevreden. Ja, gelukkig wel. Zie je wel. Nou, hey, dat vind ik. Ik vind het heel erg blij dat u mij wat wilt vertellen. Ja, ik denk dat je nou gedag moet zeggen, Uil. Oh, is het alweer afgelopen? Ja, de burgemeester is heel druk, denk ik, hè? Kunnen we afsluiten? Nou, misschien heeft u nog wel een hele mooie wijsheid voor de kinderen thuis. Ja, nou ja, we hadden het over boeken. En als kind las ik heel veel. En dan krijg je ook fantasie en zo. En dan ga je daaraan denken, en dan ga je daaraan denken. Dus ik zeg altijd tegen kinderen van, joh, lees een boek, hè. Je kan voor de televisie zitten, ja, achter je computer. Maar vooral eens een leuk boek lezen. Dat is ook heel goed voor je. Een spannend boek. Doen. Lees een boek. Dat zegt u. Lees een boek. Ja. Hoor je dat, jongens en meisjes? Lees een boek. Nou, heel erg bedankt voor al uw wijsheid. Ik denk dat wij een stuk wijzer zijn geworden. En we gaan snel straks nu even naar het Bijbelverhaal luisteren. Dank u wel, meneer de burgemeester. U ook bedankt, meneer De Uil. En tot ziens. Ja, tot ziens. En veel wijsheid. Ja, tot ziens. Ja, dag. Dag. Zo, Uil, dan zijn we weer hier bij de Ark. Oh ja, hier zijn we bij de Ark. En wat was dat wel gezellig, dat praatje met de burgemeester. Ja, vond ik ook. Ik vond het wel mooi. Ik zou het hier ook wel mooi vinden als er een Chico en een Chica zouden staan voor deze Ark. Ja, dat zou gezellig zijn, hè, als die er hier zouden zijn. Ja, maar heb je gezien wat ze in hun hand hadden? Oh ja, dat hebben we ook gevraagd, hè, aan de burgemeester. Dat was een hart en een duim. Ja, precies. Hey, en dat staat natuurlijk ook voor liefde en voor vrede. Hey, en ik wilde jou het verhaal vertellen eigenlijk over Mozes. Mozes? Ja, je Mozes was een leider van het volk. Hij lijkt wel een beetje op een burgemeester. Ja, en hij mocht van God de 10 geboden doorgeven als goede leefregels. Om te zorgen dat het een beetje vrede blijft. Nou, precies. En dat is precies ook. En als je dat met je hart volgt, hè, met liefde volgt, dan komt de vrede ook in deze wereld. Zo bedoelen we dat. Vandaar dat hartje en vandaar ook dat duifje. Precies. En weet je, er was toen een moment dat ze bij een berg kwamen. En op die berg verscheen God. En die ging spreken tot Mozes. En die zei, Mozes, ik hou van jullie. Ik heb jullie uitgekozen als mijn volk. En ik zal jullie vertellen hoe je het beste kunt leven. En toen kwamen dan zeker al die regels. Ja, het zijn er 10, je kunt ze wel tellen, hoor. De Heere gaf de mensen zijn wet, zijn 10 goede regels. En als je die met je hart volgt, dan helpt dat om vrede te vinden. Dat vind ik wel erg mooi. Zullen we gaan tellen dan? Ik kan wel tellen tot 10, hè. Kun jij, wijsneus, kun jij ook tellen tot 10? Ja, dat denk ik wel, hè, dat jij dat ook kunt. 1, zei de Heere, vergeet nooit dat ik jullie God ben. Ik heb je gered, ik houd van jullie. Dat is 1. 2, laat er nooit iets of iemand voor mij in de plaats komen. 2, en dan komt 3. 3, bedenk goed wie ik ben als je over mij praat. 4. Goed zo. Er zijn 6 dagen om te werken en er is 1 dag om rust te houden. Dat is mijn bijzondere dag. 5. Luister altijd naar je vader en je moeder en doe ze niet verdriet. En dan komt 6. Je mag van niemand het leven afnemen, want het leven is heel kostbaar. En dan 7. Als je man en vrouw bent, moet je alleen van elkaar houden op die speciale manier. En na 7 komt 8. Goed zo. Steel niet wat van een ander is. En dan komt 9. Vertel geen leugens. En dan komt nummer 10. Juist, 10. Je moet niet willen hebben wat andere mensen hebben. Dat zijn de regels. Ja, dat zijn de 10 regels die Mozes mocht doorgeven. Mozes was echt een leider van zijn volk. In dat opzicht, hè, zou hij ook de burgemeester kunnen heten. Ja, zo zou hij ook kunnen heten. Als je nou die leefregels van harte volgt, dan wil God jou ook daar vrede voor geven. Dat vind ik wel heel... Ik weet wel een wijsheid. Ik weet een wijsheid. Zal ik hem noemen? Nou, noem het eens. Wie met zijn hart naar de regels van God leeft, die ontvangt vrede zoals de duif je geeft. Dat vind ik wel een mooie, hoor. Vind je hem niet mooi?
Nou ja, ja, kijk, die Chico, hè, die had dan een duif, maar die had ook een uil in zijn hand kunnen hebben, hoor. Die had ook een uil in zijn hand kunnen hebben. Een uil? Ja. En dan had de wijsheid zo geklonken natuurlijk van wie met zijn hart vol liefde Gods regels leeft, die ontvangt wijsheid zoals de uil hem geeft. Ja, maar ja, er zijn meer vogels die iets kunnen geven, hè. Oké. Nou ja, het had natuurlijk wel leuk geweest, hè, als er misschien nog een Chico... Oh ja, niet een Chico en een Chica, maar een Chicu of zo. Een Chicu met een uil in zijn hand. Ja, nou, dat zou een leuk idee zijn. Hey, we moeten weer terug naar die burgemeester, dan gaan we dat vertellen. Dan kan hij er nog eentje neerzetten. Ja, nou, misschien dat we hem dat nog kunnen duidelijk maken een keer. Ja, want hij heeft niet alleen... De vrede is er nodig en niet alleen is er liefde nodig. Maar er is ook wijsheid nodig, hoor, in deze wereld. Vinden jullie ook niet? Neuswijzen? Ja, dat zal oké. Hey, we gaan afsluiten, want ik denk dat het al lang tijd is. Oh, nou, dat vind ik leuk. Hey, dat doen we weer op de volgende manier, hè. Dit is de vorige keer. Doe je mee? We kijken eerst naar links. En dan kijken we naar rechts. En dan gaan alle neuzen weer naar mij toe kijken, wijzen. En dan zeg ik tegen jullie, dag wijsneuzen. Ja, tot kijk.